Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, het spijt me dat de afgelopen paar dagen er geen Orcs Must Die video's waren op Shadow Games 23. Maar dat had een bepaalde reden, want ik wou even wat orde op zaken stellen bij Shadow Games 23. Daar kregen jullie gewoon meer info over bij de zondagvlog. Maar ik had het wat druk en ik wou gewoon even alles op zaken stellen. Pixelmon is ook uitgesteld, maar dat horen jullie allemaal nog in de zondagvlog. Maar laten we het er gewoon op houden dat het gewoon een beetje te hectisch was om Orcs Must Die en Lego Star Wars te doen. Ik ben ook ziek geweest. Dat speelde ook enorm in. Mijn keel deed het niet goed. En ik had gewoon in principe ook nergens meer tijd voor. Maar daar horen jullie allemaal nog dingen over in een zondagvlog. Laten we gewoon Orcs Must Die gaan doen. Eens even kijken. Wij gaan vandaag Chaos Chamber doen. Oh, nee toch. Oké, dat gaat heel interessant worden. You have been granted, Weavers. Oké dan. Like that. Oh god, een video. Nou, dan kunnen jullie even de video bekijken. Ja, klopt, dat was je inderdaad, ja. Foolish and too stubborn to focus on the fundamentals. That's why the order paired us up. They sent their best and brightest to learn from other more patient war mages. I got the bottom of the barrel. Net goed. Those brilliant young minds are dead, along with most of their masters. Slaughtered trying to defend the rifts. The world is still doomed, of course. There aren't enough war mages left now. Oh, yeah, GG. Oh, I laugh if the last one left standing is him. Ja, maar hij is het toch, dus GG. Goed, oké, Chaos Chamber, open your spellbook. Ik heb last van een beetje een nare hoest, jongens, dus kan er helaas niks aan doen. Eens even kijken. Gnoll Hunter. Tough. Hunts down war mages. Oké. Goed, wel. We nemen dus dat ding. We nemen dat ding. We nemen sowieso dat ding. Dat ding. We nemen, die. Ja, ik zeg toch. Die en. Oké, ja, oké. Die, die. Die. Steam trap, place on the floor, levitate enemies. Wat voor dingen zullen we nemen, jongens? We hebben dit, de springtrap, we hebben dat ding. We hebben, die hebben we al. Archer Guard, die is een beetje duur. Dit kan ook. Ja, nou, doe dat gewoon. GG. Eens even kijken. Goed, wel, we hebben één rift. En we hebben voor de verandering vandaag. Wow, dit level ziet er wel nice uit. Dus kan ik hier opstaan of? Oké. En we hebben zo'n ding hier. En we hebben twee van die meukelsaurussen. Hier één. En kijk eens aan, hier kunnen traps anders zijn. En dan hier. En dan hebben we er hier nog één. Dan kunnen we twee van die meukelsaurussen heet. Hoewel, dat is op de bovenverdieping, een andere ding. Jolopoloquets. Even rennen. Of is het beneden? What the fuck, man. Het andere ding moet hier toch zijn, of niet dan? Ik ben er voorbij. Oké, dat ding is hier. En die andere... Waar is die andere dan? Die hoort hier te zitten. Hier. Nou, in ieder geval, hier komen ze weg. Dus ik denk dat we het beste deze kunnen gaan plaatsen weer. Ja, oké, G fucking G, oké. Wat? Nee! Oké, ze komen van onderen. Oh my god. Oh! Nu snap ik het. Ik snap die meuk nou een beetje. Echt, ik had zo geen clue van waar de fuck die orks ook wegkwamen en alles. Het is trouwens herfstvakantie, jongens. Laat even achter in de comments. Wat gaan jullie allemaal doen tijdens de herfstvakantie? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ga gewoon een beetje video's maken. Rustig aan doen. Easy going. Je weet wel. Friese kloof voor de win natuurlijk. Dus, ja. Och wat. Ik ga gewoon, zeg maar, mijn eigen ding doen. Ik ga 's ochtends wel film kijken en zo. En als het middags ga ik een keer met YouTube bezig of zoiets. Ik ga gewoon weer wel. Gewoon weer vakantie vieren. Je weet wel. You know. You know what I'm talking about.
die, bitches. Oké, goed. Nou, wat moeten we nou weer? We moeten nou naar dat andere ding, denk ik. Oh, health potion, man. Oké, nou, hier hebben we allemaal nog die spike merk. Dus even kijken, doen we nog even kijken. Dat volstaat wel, denk ik. Zie je maar langs te komen, jongens. Ik wens jullie heel veel succes. Nee, terug. Jij heeft dat. Spike traps zijn zo overpowered. Echt, dat is zo genius. Oké. Okay. GG, good game, jongens. Oké, okay, jij dat. Jij nog. Oké. Okay. Nou, wat is dit voor iets? Muntje. Oké, okay, nou, ik denk dat we het beste wat van die kunnen gaan plaatsen. En hier, nou, gewoon onder van die meuk. Oh, ze komen weer van de andere kant. Oh, wat is een hond? Oké, okay, wel, dat ding is snel. Gnoll Hunter. Maar ik denk dat die zo heel veel voor, dus wat dat betreft. God, dat is stinkerige waas zo. Wat de fuck. Oh god, nog een. Wat de fuck, man. Knal hem dood. Goed. Jongen, jongen. Eens even kijken. We gaan hier wat meer defenses neerzetten, jongens. Het lijkt mij wel. Pretty handig om te doen. Nou, boven bedoel ik. Ik zit helemaal met mijn kop bij de verkeerde meuk. Oké, hier. Wat voor defenses? Laten we sowieso wat van die doen. En laten we de rest gewoon volgen spammen met deze dingen. Dat lijkt mij gewoon het handigst. Deze dingen doen zo OP veel damage. Dat mij gewoon het handig lijkt als we die gewoon gaan gebruiken. Even kijken, we moeten even eerst naar die andere toe. Alleen daar hebben we al redelijk wat vallen neergezet. Die orks instakillen praktisch. Dus dat is nice. Tijd geleden dat ik orks must die heb gedaan. Maar ik heb er zoveel lol in. En jongens, ik zei wel dat we hierna dus 2 gingen doen. Alleen dat is even uitgesteld denk ik tot de kerstvakantie. Want het lijkt me leuk om daarmee in de kerstvakantie te gaan beginnen. Dus ja, gaan we dan gewoon orks must die 2 doen. Of eerder of zo. Want binnenkort wil ik Skyrim doen. En ja, als deze game is afgelopen ga ik denk ik beginnen met Skyrim. Dus... Het lijkt me super cool om te doen. Dus ja, er komt nog wel meer meuk over in de video. De zondagvlog. Wow. In de zondagvlog komt daar meer info over. Oké, okay, van boven de keer. Dus ja, ik kijk er erg naar uit om weer bezig te gaan met zowel Skyrim en... ja, ik kijk er dus echt naar uit om bezig te gaan met Skyrim. En wat ook nog wel ja, mijn aandacht erg trekt, is binnenkort Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost lijkt mij echt heel erg cool. Ik heb heel veel onder GTA 5 op dit moment. Dus ja, in november komt COD Ghost uit. Dus ja, dan gaan we wat dingen doen met COD Ghost en zo. Er zal wat minder Minecraft komen, maar ja, dan hebben jullie GTA 5, Call of Duty Ghost. En natuurlijk nog wel eens bij Minecraft Hunger Games en alles. Maar gewoon wat op een wat kleinere schaal, zeg maar. En jullie beginnen een beetje film te worden. In daarheen. Chop, chop, slice and dice. Jij ook dat. Jij en jij ook. Hup, chop, chop, chop. Oké. Okay. Eens even kijken. What the fuck? What the fuck, man? Gaan we nou zeggen dat een ork aan het glitchen is? Want dan heb ik echt goesties van nee. Oké, okay, die is dat. Goed zo, oké. Okay. Maar goed, dus ja, Call of Duty Ghost en zo. En Skyrim dus binnenkort ook. Ik ja, wil het eigenlijk hier niet over hebben, maar ik ga het gewoon ja, alsnog doen. Want ik heb er gewoon lol in. Van waar komen ze? Van boven volgens mij dan. Ja, dus boven. Traps die zijn te traag voor die render dingen. Dat is vervelend. Oh, die komen ze ook van beneden. Snipe. Kijk, we zitten al bij ronde 6 voor ronde 9. Dat is nice. Eens even kijken. Oké dan.
Oh, nu komt er een hele groep van boven. Oké, no problem, maar ik ben hier toch ook gewoon dood. Who fucking gives a shit. Maar dus, ja, Skyrim in de winter. En binnenkort is Call of Duty Ghost. En ja, zo rond kerst, zeg maar weer. Begin van de kerstvakantie ga ik weer beginnen met Ox Must Die. Daar heb ik echt enorm veel zin in. Om gewoon, dan zeg maar, is seizoen 2 van iets te doen. Zoals, nou ja, seizoen 2 van Ox Must Die is niet echt seizoen 2 van Ox Must Die. Het is meer dan, bijvoorbeeld, nou ja, je hebt zeg maar, oh mijn jezus. The fuck man. Maar je hebt dus zeg maar dus gewoon, ja, seizoenen van games. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, ja, game 2, episodes, allemaal dat soort dingen. En ik kan me niet, godsamme. Weg. Kutlui. Echt serieus wegwezen. Chop, 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 chop. My god. Jezus. Ik moet meer vallen hebben hier. Niet genoeg. Nou, ik heb ook al wat gespaard, dus dat lukt wel. Val, 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 val. Oké, nou, wat van die dingen nog? Zo. Goed. Helemaal nice. Oké, want die komen ze van beide kanten. Oké, no problem. Eens kijken of ze daar boven überhaupt langs kunnen komen, want daar staan gewoon OP veel vallen. Ik denk ook eerlijk gezegd niet dat ze boven langs gaan komen. Maar dus ja, ik kijk dus erg naar uit om in de kerst bezig te gaan met Shadow Games 23. Dus gewoon, ja, ik ga het hier in een zondag vlog en ik ga het in bepaalde update video's nog wel over hebben. Maar, ja, de zondagvlog die gaat bijvoorbeeld erg over de series en zo. Waar ik dan mee bezig ben, dus. Mami, ik moet naar boven toe, het is ontkomen. Hey. Hebben alleen jullie het overleefd? Wauw, dat is wel heel zielig. Eens even kijken. Oké, dan moet ik nog wat meer doen aan de defense hier. In deze richting. Even kijken. Nou, dan doen we gewoon nog wat van die dingen zo. Dan doen we nog die dingen. Zo. En zo. Oké. Nou, moeten we er boven. Nou, wat krijgen we vandaag? Oh, van die renners. Oké. Sorry dat ik een beetje, ja, niet echt enthousiast klink. Maar ik ben een beetje moe en alles. Dus ja. Maar ik wou eens nog even een Ox Must Die aflevering voor jullie hebben. Dus, ja. Goed. Jij ook dood. Splendid. Nou, waar komen de grote groepen? Dat is geen goede groep. Dat zijn van die renners weer. What the fuck? They can touch me. Oké, nou moet ik naar beneden toe. En dan hebben we die renners. What the fuck? Dingen boeien me geen fuck, man. Echt serieus. Die, oké. Goed, wat zullen we nu doen? Ik denk boven meer. Meer beveiliging. En met meer beveiliging denk ik aan die dingen. Oké, goed. Nou, daar natuurlijk komen ze van de andere kant. Uiteraard, jongens. Geweldig. Wat? Kom zo van boven, wat is dat nou? Oh, een oger! Oger. En val. Ja, dat is oger. Dat ik moet gewoon zo'n kop houden en die crossbow ook. Ook, hebben we helemaal geen business mee. Nou, het komt weer zo'n ding. Holy shit. Nee. Nee, fuck jou met je hoofd. Ga dood. Vergeet het ding aan dood, dat doodgaan niet of zo. Rift. Nee. Hey. Goed. Iedereen blijft met zijn poten van mijn rift af. Serieus. Ik zweer je, wie er aankomt, jongen, die overleeft het niet. Hetzelfde gaat voor jou. Jou. Oké dan. Jij ook dood. Goed.
Yes, we slagen. Dan, 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 dan. Victory. That's nice. 4 skulls. Oké. Okay. Maar jongens, ik zal het wel in de komende zondagvlog zakken met jullie gaan hebben over al die series en zo. Maar ja, ik kijk dus in principe erg eruit om Skyrim te gaan doen. En om zo rond de kerstvakantie weer te gaan beginnen met Orcs Must Die 2. En over die seizoenen nog, jongens, kijk, ik zie het niet echt zeg maar als een seizoen. Maar je kunt het zien als een seizoen, want daar heb ik 2 keer Orcs Must Die gedaan. Dus ja, alleen is het dan Orcs Must Die 2 en die is compleet anders. Dus het maakt niet uit hoe je het wilt zien. Die is in ieder geval Orcs Must Die 2. Dus ja, maar ik was weer aan het lullen daarnet, want nou ja... Ik moest 2 dingen tegelijk doen en dan kan ik s'avonds niet. Maar goed, tot de volgende keer jongens. Bedankt voor het kijken. Ik heb over de 3000 kills. Dat is nice. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten. En als je deze aflevering leuk vond, abonneer voor meer Orcs Must Die. En volg me even op Twitter. @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met meer Orcs Must Die. Dus ja, later mensen.